Hey, en fijn dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Ik ben net lekker wakker geworden. Ik heb langer kunnen slapen. Super lekker. Ik heb één les op school. Heel kort. En daarna ga ik naar de baby shower van Charlene toe. Zo leuk. Dus dat is vanmiddag. En voor vanavond zien we wel wat we gaan doen. Ik ben net klaar met het lessen op mijn school. Althans, ik had maar één les. Ik ga even in de Primera een sorbon halen. Ik vind dit wel een hele leuke kaart. Past heel erg bij Lien, vind ik, met die Aloha. Maar dan moet je kijken hoe prachtig dit loopt, zeg. Zo onder die bomen met al die bladeren. Helemaal de herfstfeeling. Zo mooi. Nou, ik heb net lekker mijn kaartje even geschreven. Heel leuk tekstje heb ik even gedaan. En ik heb natuurlijk die cadeaubon. Dus dat geef ik lekker aan Lien. En nou, ik ben heel benieuwd. Ik laat het allemaal over me heen komen. En ik denk Lien zelf ook. High five. Oma, high five. Ja. Oh, dat is zo. Oh, ze is het al. Vandaag heb je cameramannen en mensen. Ja, jij hoeft niet te werken. Klaar nou. Papjes zijn inderdaad een groot gedeelte gemaakt door Zoraya. Cheers! Nou. Jongens, we moeten raden hoe haar. Ze zit gewoon naast me. Hoe de omtrek van je buik is. Ja. Nou, dus ik heb best wel grote kont. Ja, maar ja, ik ben ook best wel groot. Ja, dus. Lien, wat gaan we nu doen? Ja, ze gaan nu opeten of ze mijn buik van goed hebben geraden. Want iedereen heeft natuurlijk zo'n koord. Ik zit helemaal in jouw klem, sorry. Ja. Ik weet niet wat jij denkt. Nou, Jay. Nou, je ziet het al. Veel te lang. Ik zie het al, te lang. Nou, jammer. Geen prijs voor mij. Jammer, zeg. Ja. Ik ben bijna dicht in de buurt. Oh, ja, nee. Hey. Hey. Gefeliciteerd. Hoe noemen die? Witte? Noemen we dat witte nou? Wat? Broccoli, maar die ander. Bloemkool, als dat is, dan ga ik echt. Geen bloemkool, zo helemaal.
Baby Food Challenge. Wat het is, hè? Ja, dit is die iets van pasta of zo. Pasta? Spaghetti. En vlees. Ja. Oh, nou. Ja. Makkelijk. Nou, hallo, applaus, gaan. Ja. Een appel. Ja. Zo. Wow. Heel knap. Ik kom van Lien haar baby shower. Nou, zo leuk. Jongens, het was zo leuk. Echt. Ik heb gezellig met veel mensen ook gepraat. En nou, met Lien natuurlijk helemaal. En ja, het was zo druk ook. Lien op die hakken. Nou, en ik heb gelachen. Er viel een potje op de grond. Want we deden de baby food challenge. En dat potje, dat knalde op de grond. Nou, alles zat onder de wortel. Het was echt een worteldrama. Nee, het was heel gezellig en lekker gegeten ook. Nou, en de organisatie zo goed ook. En wat is Lien verwend? Ze heeft zoveel cadeaus gekregen. Dekentjes na dekentjes. Het waren altijd maar dekentjes. Dat ik denk, één deken is zat. Ze kregen wel geloof ik 10 dekens. Wow. Ja, ik ga me even omkleden. Ik ga even naar de mall toe. Ik heb daar een afspraak met iemand. Sherry Yen. Nou, echt zo leuk. Ik heb haar op TikTok voorbij zien komen. Ik ken haar wel al langer. Ze heeft meegedaan met The Voice, heel lang geleden. Maar ik zag haar wel eens op social media. Maar ze heeft sinds kort eigenlijk een hele leuke song uitgebracht. En daar wouden we eigenlijk iets van een dansje op gaan doen of zo. Ik raakte een beetje in contact met haar. Dus we hebben vandaag eigenlijk al afgesproken bij de mall. Het ging echt super snel. Volgens mij had ik eergisteren of gisteren. Nee, het was gisteren. Toen hadden we gezegd van zullen we morgen lekker afspreken. Dus nou ja, heel snel. Trouwens, check hoe cute de foto's met Lien zijn geworden vandaag. Oeh, ik moet echt mijn nagels knippen, sorry. Zo schattig geworden. Wow. Heel spannend, jongens. Wordt overal aan de straat Halloween gevierd. Iedereen is lekker aan de trick-or-treaten. Zo leuk. Ah, dat vond ik vroeger zo leuk om te doen. Om gewoon, ja, ik weet niet, gewoon langs de deur te gaan met een groepje vrienden, weet je wel. En dan lekker snoepjes halen. Ik weet nog echt met van die pompoenen vol met snoepjes thuis aankwam. Nou, ik had voor de hele week gewoon eigenlijk gewoon een suikerkick. Zo leuk. Ja, maar ja, weet je, nou is het helemaal niet meer de leeftijd, maar vroeger vond ik het zo leuk. Ik zit op de fiets en ik dat nieuwe liedje te luisteren van Sherry Yen. Zo leuk. Ik luister hem echt al, nou, ik denk een paar dagen, denk ik inmiddels. Echt al, als het heel lang is, een paar dagen. Het is zo'n lekker liedje. Het heet volgens mij Een Beetje Meer. Ja, het heet Een Beetje Meer. Anyway, ik hoor steeds gegil en geschreeuw. Dus ik heb steeds het idee dat er iets ergs aan de hand is of zo, weet je wel. Maar het is natuurlijk gewoon de Halloween night. Over veel snoep gesproken. Ik heb vandaag zoveel op bij die baby shower. Nou, echt koekjes, naar de cake, naar dit. Nou, dat was niet normaal. Ik ben weer thuis. Nou, ik heb echt zo'n gezellige avond gehad. Wat is Sherry Yen zo'n leuke vrouw. En ik bewonder haar zo erg. Ze heeft dus haar laatste nummer. Dat heeft me zo geraakt. Dat heeft me zo gepakt of zo. Ben ik zo trots op. Ik vind haar echt, nou, we hebben lekker gekletst de hele avond. We hebben spelletjes gespeeld. Echt, wat een topper. En ze heeft dus een theatertour, jongens. Volgens mij start die over 2 weken, dat ze zei. Dus check it out. Ze heet Sherry Yen op Insta. Ze is amazing. Vannacht gaat natuurlijk de klok een uurtje achteruit. Dus ik heb een uurtje langer slapen. Yay, zo'n zin in. Nou, voor nu wens ik jullie in ieder geval allemaal heel erg wel trusten. En ik hoop jullie morgen weer te zien in een nieuwe vlog. Tot dan. Dag.